iedereen kan haken. We gaan vandaag een mouwtje aan de baby poncho haken. Allereerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Zo leuk, duimpjes omhoog, abonneren op mijn foto klikken of op de rode knop. We gaan zo beginnen met de boordsteek en met aan de mouw aan de baby poncho puk. En ik wens je veel haakplezier. Tot zo! Je hebt nodig om de mouw aan de poncho te maken een haaknaald nummer 5, een schaartje, twee steekmarkeerders, een stopnaald en een centimeter. En dan gaan we beginnen. Tot zo! Je pakt je centimeter en je meet de gewenste maat die je wil hebben. Ik heb ook op papier hier de maten geschreven, dus dat je ook weet van welke lengte dat de armen hebben. Dus bij 3 tot 6 maanden heeft de lengte 19 tot 21 centimeter. Dus ja, de gewenste lengte, hoe lang is jouw poncho? En dan ga je hier aan deze zijde, dus echte zijde, dit is de punt, deze lange zijde, hier, die ga je meten. Ongeveer 6 centimeter en daar pak je je steekmarkeerder op en je legt mooi de waaiertjes op elkaar, dus dit zijn twee waaiertjes en dan doe je de steekmarkeerder erin en die pak je ook de achterkant en de voorkant en ik kom nu op 7 centimeter. Kijk, en het is maar dat het armpje erdoor kan en het handje. Zeg je, wil ik hem smaller, maak je hem smaller, maar hierdoor 6 centimeter kan echt een kinderhandje doorheen. En dan pak je je haaknaald, haaknaald nummer 5 en een bolletje wol en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik heb nu eventjes mijn bolletje wol weer gepakt, de haaknaald. Je maakt een opzetlus zoals je dat gewend bent. Laat de draadjes ook altijd lekker lang, hè? Dan heb je altijd genoeg draad om in te stoppen dadelijk. En ik heb besloten dat ik hem toch iets smaller wil. Kijk, want dit is mijn mouwtje van mijn andere poncho. En als je dan ziet, even kijken of mijn hand erdoor kan. Dat gaat best, zie je? Dus ik trek het even terug. Ik ga het toch iets smaller zetten. En dan pak ik nu de helft van een waaier. Zijn natuurlijk kleintjes. En dan meet ik weer even ongeveer 6 centimeter. Kijken bij deze poncho. Die leg ik er even op, die heb ik al klaar. Dus je houdt nu de steekmarkeerder aan de rechterkant en je hebt natuurlijk door de steekmarkeerder zie je al dat dit een armschat is. En in die, bij die steekmarkeerder, die haal ik nu even eruit. En ik ga tussen die twee in van het groepje van 4, daar steek ik mijn haaknaald in en aan de andere kant doe ik dat ook, 1 2 1 2, dus je steekt midden van het waaiertje, dan pak je je draad op en je haalt je draad door, omslaan en door 2 lussen en dan even aan je draadje trekken. Zo, en dan zie je dat je al een mooi armschat hebt.
Hou deze, schrijf de afmeting ook even op, zodat je de andere zijde hetzelfde kan haken. Dan gaan we 3 lossen doen. 1, 2, 3. En dit is het begin van je toer. En nu gaan we in elke steek gaan we een stokje maken. Dus je pakt hier die eerste steek. Je steekt dus in, je haalt je draad door en je maakt een stokje. Omslaan en in de volgende maak je een stokje. En nu ga je gewoon in de volgende steek weer een stokje maken. Dus in elke steek maak je een stokje. En zo ga je helemaal rond. Dus moeilijk is het niet. Zie je, je komt vanzelf die volgende steek weer tegen. Dit is weer het volgende groepje. Deze maak je zo helemaal af. Ja, wacht even. Zo. Ik haak gewoon gezellig even mee. We zijn alweer bij het laatste groepje en daar hebben we nog 2 steken over. En dan kunnen we de toer sluiten hier bovenin. Dus dit is je 1, 2, 3, 3 lossen. Draai het even. Je begin 3 lossen. 1, 2, 3. Daar steek je in. En dan sluit je de eerste toer met een halve vaste. Dus door alle lussen. Zie je? En als je wil, kan je het ook gewoon zo laten. Dat je zegt: nou, dit is mijn poncho en dit is het armschut. Maar nu gaan we de tweede toer aan de tweede toer beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We beginnen aan de tweede toer van het armschaat en we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan gaan we de boordsteek maken en de boordsteek heb ik al een keer uitgelegd. Ik zal de link hieronder zetten, maar we gaan hem nu gewoon samen doen met reliëfstokjes. Dus je hebt in toer 2 3 lossen gedaan. En nu ga je om het stokje heen haken. Dus je gaat achter het stokje door. Dus je steekt niet in de steek, maar je gaat achter het stokje door. Je haalt je draad op, je slaat om. Je haalt je draad op. Omslaan door 2. Omslaan door 2. Nou, dit is je eerste stokje. Is een reliëfstokje hier aan de voorkant. En nu ga je aan de achterkant van je stokje. Dus je pakt je haaknaald, je gaat achterkant en je duwt je stokje naar achteren en zo ga je je draad ophalen. Omslaan en je haalt je draad op. En die is altijd eventjes wennen. Omslaan door 2. Omslaan door 2.
Dus dit was een achterliggend reliëfstokje. Dan ga je omslaan en je pakt het reliëfstokje aan de voorkant weer. En je gaat achter het stokje door met je haaknaald, je slaat om, omslaan door 2, omslaan door 2. Dan gaan we omslaan en gaan we weer achter het stokje langs. Zie je? Achter je werk langs. Steek je je haaknaald in en je duwt je stokje naar achteren. Ja, heb je draad bij je en je trekt je draad over het stokje heen. Omslaan door 2, omslaan door 2. Dan gaan we nu weer een reliëfstokje aan de voorkant maken. Dus je gaat aan de voorkant, je pakt hem naar voren. Dus je duwt hem echt naar voren. En je pakt je draad. En je haalt door. Achter het stokje langs en je maakt je stokje af. Omslaan. Nu de achterkant. Dan duw je hem dus naar achteren. Je hebt je draad bij je. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. En dit is de boordsteek en ik zie je op het einde, daar zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de tweede toer en we moeten nog één reliëfstokje aan de achterkant maken. Je gaat dus, je steekt in, je duwt je stokje naar achteren, je pakt je draad op. Slaat om door 2, omslaan door 2. En dan ben je hier bij het begin van je toer. Daar sluit je de toer 1, 2 in de derde losse. Dan steek je in. Het liefst 2 lusjes, dat je een echte steek te pakken hebt. Je slaat om en je haalt door alle tweede lussen. En dan heb je al toer 2 af. En kijk eens hoe leuk dat, even mijn haaknaald eruit, dat je al een mouwtje hebt. Dan gaan we aan toer 3 beginnen. En dan begin je met 3 lossen. 1, 2, 3. En toer 3, daar hou je dus de reliëfstokjes zoals je het net hebt gedaan aan. Dus deze ligt aan de voorkant, deze ligt aan de achterkant, deze ligt aan de voorkant. En je begint je eerste steek dus ook weer met een reliëfstokje aan de voorkant. Dan een reliëfstokje aan de achterkant. En dan weer een reliëfstokje aan de voorkant. Dan weer één aan de achterkant. En weer een reliëfstokje aan de voorkant. Zie je dat je echt zo'n boordsteek krijgt? Hoe leuk dat dit eraan zit. En ik zie je op het einde van toer 3 zie ik je weer terug. Tot zo! En we zijn nu op het einde van de derde toer en je ziet dat je hier nog één reliëfstokje aan de achterkant moet doen. Dus je slaat om, je gaat weer achterlangs, je duwt het stokje echt naar achteren en je haalt je draad op en je maakt je stokje af. 1, 2. En dan zijn dit die 1, 2, eerste 3 beginlussen. In de derde, daar sluit je toer met een halve vaste.
En dan ga ik even kijken naar mijn voorbeeld. Ja, daar heb ik ook maar 3 toeren gedaan, zo te zien. Ja, zie je? En dan pak ik de schaar. En ik haal de draad door. En ik vind het ook mooi om nu even nog mijn naald te pakken. En dan ga je die draad, zeg maar, even dit wegleggen. Die steken we. Dus we hebben hem net afgeknipt. We hebben de laatste steek met een halve vaste hebben we afgewerkt. En je hebt je draad doorgehaald en nu heb ik mijn draad door de stopnaald en dan ga ik hem hier nog in een steek zetten en dan zet je hem mooier vast. Dan steek hem nog een keer hier achterin. En dan ga ik de draad naar achteren stoppen. En dan ga je je draadjes afwerken. En dan is dit de uitleg voor de mouw. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken. Heel veel plezier met deze video. En tot de volgende video. Vergeet niet de duimpjes omhoog. En hierop mijn foto abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!